is vandaag... Zaterdag. Zaterdag. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe week, toch? Wij zijn in de car. Yes, we gaan onderweg naar jouw les. Ja. Maar we waren nog video aan het opnemen en er ging een hele hoop dingen mis. Ja. Met als gevolg... Dat we wat later zijn. Dat we te laat zijn. En maar dat ik er wat stress heb. Komt wel goed. Komt wel goed, zegt Tess. Dat is dan wel fijn. We zijn nu onderweg naar de Arkhoeve. Dan heb je morgen... Een proefje? Ja. Nou ja, een proefje dat we op gaan nemen. Zeker, zeker. Dus dat is best spannend. Ook weer een tijdje geleden. Een hele tijd geleden. Erna kan morgen foto's maken. Oh. Want we zijn ook met een bijzonder project bezig. Ja, ik vind het echt nog spannend. Ik vind het nog steeds echt onwerkelijk dat zoiets gaafs gaat gebeuren. Ja, we kunnen helaas nog niet vertellen. Maar dat komt natuurlijk nog wel. Ja. Maar we gaan in ieder geval morgen de... proef even opnemen. Die gaan we insturen naar de KNS. Jullie krijgen die proef natuurlijk ook te zien. Dus nou ja, ik zeg, we gaan naar de Arkhoeve. Ik ga even snel poetsen en zadelen. En dan gaan we lekker rijden. Ja! Morgen gaan we een online proefje opnemen. Dus die gaan we vandaag ook eventjes oefenen. Pasje verruimen, pasje terug, de hoek alvast voorbereiden. Denk aan die twee teugels om je binnenbeen. Kijk waar de oortjes naartoe gaan. Zijn die bij jou of ergens anders? En weer voelen dat tempo. Is dat van jou? Bepaal jij het tempo. En heb jij dus tempo controle? Dus dat betekent niet of jij kan zorgen dat die langzaam genoeg gaat of dat die niet harder gaat, maar ook dat jij de draf weer naar voren kunt rijden. Dus jij bepaalt het tempo. Heel mooi dit. Heel mooi dit. Goed zo. Hop. En let op dat je het daar kunt houden. Hè? Dat je daar een soort snel met je gevoel aan je hulpen bent en wordt. Zo ja. Ja, een beetje wijken. Voel of ze wel soepel aan en om je been is. Goed zo. Goed zo. Blijf rijden. Zo ja. Daar. Dan mag je best daar met je ringvinger de druk een keer iets verhogen. Als je dat maar... bewust en geleid doet met twee teugels. Twee teugels, maak jezelf mooi lang. Zo ja. Lekker zitten. Voelen dat je die achterbenen energie opwekt. Mooi recht houden. Nu opletten dat ze niet met die schouders naar rechts valt. En je hebt aan de voorkant verbinding. Maar je hebt ze net niet vast. Tenzij je een keer wat door wil zetten, maar dat mag niet langer dan 3 seconden duren. Dus je mag best een keer je ringvinger strenger inknijpen. Net als dat je een keer die strenge correctie met je been mag geven. Moet dat snel en kort zijn. En dan niet daarna het losgooien en weggeven, maar dat je daar dan weer wat van kan overhouden. Ja, goed zo. En 2 mondhoeken, daar mag je best een beetje met je ringvinger naar beneden vragen. Zo. Zo. Ja. Als het maar symmetrisch is. Dus dat betekent gelijk. Goed zo. Goed zo, daar. Dit is heel mooi. En probeer het te houden, hè? Dat je daar aan het werk zet en dat je een bepaald gevoel hebt. Dat jij dus ook dat energieballetje gaat voelen tussen jouw kuiten en je ringvingers. Goed zo. We willen natuurlijk precies hetgeen wat zij moeilijk vindt. En dat doet ze of oplossen door een beetje met de neus voor de loodlijn te blijven of met de neus achter de loodlijn. Wat is de loodlijn? Ga ik je meteen uitleggen. Op de loodlijn is gewoon heel moeilijk voor die paarden. Kom hier. Kijk, de loodlijn noemen we de lijn van het voorhoofd tot aan de neus. Als we hem op de goede manier nagevelijk hebben, is deze lijn zo recht. Oh, draadmeisje. Als deze lijn recht is en haar neus is daarover, dan is ze voor de loodlijn. Loopt ze eigenlijk een beetje zo. Ja, en als haar neus terug is, dan loopt ze achter de loodlijn. Ja. En ga er dus vanuit dat voor de loodlijn drukken ze de rug een beetje weg. En achter de neus en achter de loodlijn knikken ze die nek hier verkeerd. Ja. Dus dan krijgen we die valse knik. En op de loodlijn, dan moeten ze dus met de lengte in de hals. En dan blijft dit mooi zo recht op elkaar, deze twee. Ja. En de neus naar voren, dan gebeurt er dus dit. En de neus terug, dan knikt die hierin.
poetsen. Even lekker stappen zo. Dus als jij bijvoorbeeld langs het raam rijdt of in de binnenbak langs de spiegel, dan zijn dat ook dingen waar je naar kijkt. Of dat hoofd op de loodlijn is. En als ze dus voor de loodlijn zijn, dan moeten ze wat meer de rug gebruiken. En achter de loodlijn, dan zouden ze een beetje meer aan je been de neus naar voren moeten. Goed zo, pak hem zomaar weer op, Tess. Ik heb proefje 3 van de KNS heb ik klaar. Dus dan doen we gewoon weer eerst zo even rijden. En als hij fijn is, rijden we het proefje door, ja? C, rechterhand. M, F, gebroken lijn, 5 meter. Dus jij denkt nu al, waar ga ik heen? Hoe ga ik daarheen? Waar zit de volgende letter? Wat moet ik doen? Gebroken lijn, 5 meter. 2 teugels, heel goed. Weer op de letter, door de hoek. Tussen A en F, arbeidsgalop links en BEB, grote volte. Goed, maak je lang, knie los. BEB, grote volte. Zo ja, keurig. Heel mooi dit test. Tussen M en C, arbeidsdraf. En blijf lekker eraan rijden. Je bent nog steeds aan het paardrijden. EF. Weet waar je naartoe gaat, hoe je er naartoe gaat. Dus A en K, gelop rechts, E, B, E, grote volte. Goed zo, gewoon goed. En meteen weer paard rijden. Weten waar stuur ik, waar ben ik op de hoefslag. Waar is haar achterhand, waar zijn haar schouders. Goed zo. Dit moet je echt met je kuit doen, anders dan gaan ze aanvallen. Echt met je kuit, die passen ruimer maken. B, E, B, grote volt en daarbij de hals laten strekken. Laat zakken, maar je houdt nog steeds die energie onder je. Energie is niet hard, zo ja. Je mag hier ietsje de neus naar voren, om ook hier op de loodlijn te blijven. Goed zo, anders wil ze zich iets verstoppen. Tussen B en F de teugels op maat. Dan moet je eigenlijk nu bij A afwenden, maar ik wil eerst nog een keer die diagonaal met middendraf. Eerst een beetje laten zakken en dan die achterbenen naar voren drijven. Beetje laten zakken, ja goed. En weer opvangen. Dus een klein beetje aan haar vragen, wil je dat neusje ietsje laten zakken en dan die achterbenen naar voren drijven. Goed zo. En weer terug. Goed zo. Even ietsje ronder. A afwenden, daarna arbeidsstap. Kijken, weten hoe je er naartoe gaat en arbeidsstap. Blijf met je kuit naar voren draaien. Hier een beetje een soort middenstap achter. Heel mooi vierkant, goed zo. Lekker uitstappen. Goed dan Tess, hartstikke goed gereden. Proefje was heel mooi. Dus zorg dat je jezelf aanleert, dat je de hele proef jezelf afvraagt. Oh ja, dadelijk moet ik bij de A afwenden, dus ik weet hier al, hij is recht. Ik weet waar ik ga sturen, ik weet wanneer ik ga sturen. Ook voor je aangaloperen, wat voor tempo heb ik voordat ik de hoek inga. Je middenstap, dus opletten, dan mag ze ook iets dat neusje naar voren. En dan zachtjes met je kuiten drijf je haar naar voren. Want je wil eigenlijk tegen haar zeggen, maak die passen groter. Hoe langer ze eigenlijk is, hoe langer ook die stappen worden. In de draf is dat weer anders, want anders dan gaat ze zo in de middendraf. We willen hem wel een beetje rond houden, dus nagevelijkheid en dat ze dan deze pas kan gaan maken. Dus niet te veel zo, maar dan juist met de buik in en een bolle rug zo'n pas. Dat hij dadelijk ook een dag kan gaan uitstrekken. Goed zo. Top, geen dank. Lekker gereden. Het is vandaag zondag en ik heb vandaag samen met Blondie een wedstrijd. Het is een online wedstrijd. Dan stuur je je proef op. En dan wordt hij beoordeeld door de jury van de KNS. Ik ben Tessa Otenhoff en doe vandaag mijn proefje samen met Miss Blondie. Het is vandaag 21 maart en ik heb er heel veel zin in. Alvast heel erg bedankt voor het bekijken. M, F, gebroken lijn van 5 meter. H, K, gebroken lijn 5 meter. Ik heb net mijn proefje gehad. Ik ging als een plank eraf en een plank erop. Zonder dat we de proef hebben ingestuurd, heb ik nu al heel veel dingen waar ik weer aan kan werken. Maar je vond het dus gewoon helemaal niks? Nee.
En waarom vond je het helemaal niks? Omdat ik kreeg er te veel stress van. En als ik stress heb, kan ik niet meer nadenken. En dan rij ik alsof ik weer in de beginnersles zit. Dus nu ga je er lekker afzorgen? Ja. En dan gaan we zo lekker naar huis. Yay. Yay. Hey, hey. Nou, je proefje is klaar. Je hebt al uitgelegd dat je het er allemaal niet zo mee eens was. Ja. Dat je het moeilijk had. Wat wil je er nog meer over kwijt? Wat kun je er nog meer over kwijt? Omdat we nu natuurlijk al heel erg goed bezig zijn en het gaat lekker en alles gaat eigenlijk precies goed. En dan wil ik dat ook doen in de proef. En nu kwam ook Erna, Daan was er, jij was er en jullie waren alle drie, jullie zes ogen waren op mij gericht. En ik kan, dan heb ik het gevoel dat ik onder druk moet presteren, omdat ik het graag goed wil doen voor Daan, omdat hij me al bijna anderhalf jaar begeleid. Ik wil het graag goed doen voor Erna, als ik mooie foto's kan maken. Ik wil het graag goed doen voor jou, omdat jij ook graag wil dat ik het goed doe. Nee hoor, ik was juist blij dat het, ja, dat is dan weer niet aardig, maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat het een keertje niet zo goed ging. Omdat het altijd goed gaat en dan krijg je altijd de mooie lachende foto's en video's. Maar zo is het echte leven natuurlijk helemaal niet. Nee, maar dat is wel waar YouTube een soort op stuk gaat, is dat alles heel positief is en dan komen wij met een negatieve video en daar zitten mensen dan niet per se op te wachten. Nou, ik weet niet of het een negatieve video is, het is gewoon dat het een keertje niet lukte, toch? Ja. En dat is dan toch niet per se negatief, dat is dan toch gewoon hoe het leven in elkaar zit. We hebben toch allemaal wel eens een keertje dat je denkt, nou oké, dit had beter gekund. Ja. Dus dan is het toch geen negatieve video. Ik denk dat het veel meer eerlijke video is. Ja. Vind je dat moeilijk om te delen? Ja. Want ook net vroegen mensen aan mij toen Daan er nog bij was van hoe ging het. En dan durf ik ook niet te zeggen van ik vond dat het niet goed ging. Want ik weet ook wel dat mijn eigen schuld is. Maar op dat moment zit ik er gewoon even doorheen en kijk Daan me zo aan van... Het is je eigen schuld, hou op. Niet je bon in de schuld geven. Ze heeft er ook niet voor gekozen om een paard te zijn. Dat weet ik. Dus je lijf zat hier in de weg, je hoofd zat je in de weg, ja. Je kleren zaten hier in de weg, ja. Je pony zat je in de weg. Nee. Oh, die niet. Ik zat mezelf in de weg. Ja. Nou ja. Oké. Nou, dan was dit de zondag. Dan gaan wij Soeroek naar Gozen. Jee. Het leven van een influencer als je probeert een reclamefoto te maken met een pony en een kind. Maar ze wil eten. Ja, ik zie het. We hebben namelijk de dermacontrol. En die werkt bij Veroni heel goed tegen de mok ook. En Blondie, de staart is natuurlijk prachtig. Die willen we zo houden. Maar we proberen nu een foto te maken. Voor de Instagram. Voor een promotie. Nou, ik denk dat Blondie er toch anders over denkt. Het is vandaag woensdag. Mern is gevallen. Hij heeft nu wat last van wat dingetjes, dus Tessa die doet haar paarden nu een beetje ook in de molen en los en meer van die dingen. Dus Tessa heeft het even heel druk, dus ik ga gewoon vrolijk. Ik ben ondertussen hier samen met een zoekblommer. Het is wel een strijd met zichzelf aan het houden van, ben ik sterker dan mezelf? Want ze zit natuurlijk vast aan touwtjes. Dus ook bij mij, dan gaat ze aan mijn teugels hangen en dan hang ik terug. En dan gaan we een hele trekwedstrijd houden. Maar Blondie is natuurlijk veel sterker dan ik, dus ik moet slimmer zijn. En werk meer met mijn benen en met mijn zit. Maar nu is Blondie... Patsja! Is Blondie een strijd met zichzelf aan het houden wie er sterker is. Wat is sterker, haar hoofd of de rest van haar lichaam? Oh, ze laat nu alweer wat meer los. Nou, dat is helemaal top. Zo, lekker gereden met mijn paardje. Ging goed? Ze is eigenlijk best wel heel soepel. Misschien komt het wel omdat het voorjaar in de lucht is. Is dat een paard? Ja, ging het wel lekker. Het is donderdagavond, dus dat is springavond. We hebben een heerlijk parcoursje in de bak staan. Een lijntje en wat losse hindernissen. Mijn doel voor vandaag is gewoon lekker een parcours rijden zonder dat we er iets aan hoeven doen. Dus gewoon lekker simpel rijden, maar dat we niet te veel ons best gaan doen om perfecte afstanden te rijden, maar gewoon lekker galopperen en het lekker zijn gang laten gaan. En echt voelen, hè, dat je schouders mooi ontspannen zijn, dat je nergens stiekem
je spieren aanspant omdat je anders misschien omvalt of dat je scheef zit. Heel goed even bij jezelf. Check, check, check doen. Goed. Kijk, en als zij daar dan zo mooi op reageert met de hoofd naar beneden, weet je altijd dat je het goed doet, hè? Tess, je komt zo op deze manier naar die tijger galopperen. Jij verandert niets. Jij bent gewoon aan het galopperen en toevallig is die tijger daar. Heel simpel. Ja, goed zo. En dan rij je de baan door. Zoek je weer die ontspanning en dan kom je naar die grijze. Goed zo. Nou, dan pak je meteen uit de bocht bij M, pak je weer die tijger. Goed zo. Geeft helemaal niks. Geeft helemaal niks. Goed zo. Ja, dat was een mooie kikkersprong. Heel goed. Ja, super. Ja. Super. Jij zorgt gewoon dat de galop goed is. Dat je zelf lekker zit. En dan is die, hoop ik, slim genoeg om zijn voeten op te tillen. Wel mooi in het midden, hè? Net even opletten, voel je dat? Dat ze op die tijger iets naar rechts valt. Ga dan zelf niet naar links hangen, maar doe twee handen een beetje naar links. Goed zo. En kijk naar die laatste, hè? Maak jezelf niet druk. Goed. Heel goed. Heel erg mooi. Heel goed gereden, super. Goed hoor, Tess. Hartstikke goed. Top, geen dank. Tess ging hartstikke goed. Eigenlijk wat ik in het begin zei, dat ik vandaag gewoon een parcours wil rijden. Gewoon omdat het vanzelf gaat en niet omdat we hard ons best ervoor moeten of hoeven doen. Vond ik eigenlijk heel geslaagd vandaag. Zelfs zo in zo'n lijntje, dat je er niet te veel aan hoeft te doen. En dat je vooral onderweg natuurlijk ook de rug van je paard een beetje ontlast. Dus niet naar de sprong toe heel diep erin gaat zitten. Maar juist dat het paard in zijn eigen lijf en in zijn eigen balans het parcours springt. Zonder dat jij hem als ruiter daarin hindert of in de weg zit. Daan heeft een idee. Hier. Oh meid, wat ben je mooi! Kijk nou, wat goed! Nee. Zo, ik heb net springles gehad en die ging hartstikke goed. Blondie heb ik nu even snel in de molen gezet. Hij is voor de rest wel helemaal vol, dus Verootje kan er helaas niet bij. Ik ga nu even spullen opruimen en de hapjes maken. En dan zie ik jullie morgen weer.